بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deze maand waar Allah subhanahu wa ta'ala ons mee heeft begunstigd, is bijna voorbij. De laatste dagen, de laatste uren van deze Ramadan glippen als zand tussen onze vingers. We kunnen het niet tegenhouden. We zouden willen dat deze gast nog langer bij ons aanwezig zou zijn, maar het is bijna af. En deze maand Ramadan heeft als doel voor ons dat wij groeien, dat wij veranderen, dat wij verbeteren, dat wij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komen, middels taqwa, middels dankbaarheid. En wij hopen dat Allah subhanahu wa ta'ala van ons dit jaar ons vasten zal accepteren. Niemand van ons weet het zeker. Maar wij hopen dat ons vasten geaccepteerd zal worden. En de vraag is dan natuurlijk, hoe kunnen wij weten of ons vasten door Allah geaccepteerd is? Zeker weet je het niet, maar er zijn tekenen. En een van de tekenen, een van de signalen dat jouw vasten is geaccepteerd door Allah, is als jij aan het einde van deze Ramadan als een betere moslim eruit komt dan je er van tevoren in bent gegaan. En als wij het daarover hebben, denken mensen meestal wat meer langer termijn. Oké, hoe ga ik dan in die periode daarna zitten? Maar het is echt gelijk al de eerste dag na de Ramadan waarop je het kan zien, als je tenminste zelf kritisch bent. Als wij op de eerste dag van de maand Shawwal naar onszelf kijken, op het moment dat wij Eid gaan vieren, wat is het gebed dat wij in de ochtend gaan doen als eerste op de dag van Eid? Wat is het gebed wat we gaan doen? Ja? Ik hoor nu twee antwoorden naar. Een aantal mensen zeggen Salat al-Eid. Maar het goede antwoord is Salat al-Fajr. Het eerste gebed dat wij gaan doen in de ochtend van de eerste dag na de maand Ramadan is Fajr. Wij zijn dan 29 of 30 dagen lang, elke ochtend, wat heb je gedaan? Heb je 5 wekkers gezet, 6 wekkers gezet? Was Fajr zo belangrijk voor ons, dat je bijna nachtmerries had, dat je zeg maar 5 minuten na Fajr pas wakker zou worden? Zo belangrijk was Salat al-Fajr voor ons een maand lang? En gaan wij dan de eerste dag na de maand Ramadan zeggen, alhamdulillah, nu kunnen we gewoon weer rustig uitslapen. Dus als dat is wat je gaat doen, is dat geen goed teken. Maar als wij na deze maand, dat gevoel wat je misschien in de rest van het jaar met moeite hebt gehad, maar als je na deze maand gewoon weer strak daaraan vast blijft houden en niet het gelijk loslaat vanaf het moment dat de shaitan hun ketens losgemaakt worden, maar je houdt eraan vast, dan zou dat een goed teken kunnen zijn. En ook de manier waarop wij Eid gaan vieren is relevant. Natuurlijk, we komen hier eerst ochtends samen, daarna gaan we naar onze families. Maar wat ga je verder doen? Hoeveel uitnodigingen hebben we wel niet voorbij zien komen voor mensen die gezamenlijk in de avonden na de Ramadan bij elkaar weer gaan komen om te vieren dat de Ramadan voorbij is. Met shisha, met muziek, met DJ's. Dat je je vriendinnetje weer op kan bellen. Hé, de Ramadan is voorbij, we kunnen weer afspreken. A'udhu billah. Deze maand Ramadan is de maand waarvan als jij vast een maand lang met de zuivere intentie omwille van Allah. En je komt hier gezamenlijk om het gebed te verrichten. En je sluit je aan in de rijen met een zuivere intentie omwille van Allah, dan is dit de maand waarin jouw zonden van het voorgaande jaar vergeven konden worden. Waardoor je aan het einde van deze maand met een schone rij kan beginnen. En gaan wij dan Eid vieren met mensen waar wij niet mee op zouden moeten trekken, op plekken waar wij niet zouden horen zijn, met middelen die wij niet zouden moeten genieten? Wie van ons gaat zijn auto eerst helemaal van binnen schoonmaken?
Daarna gaat hij zijn auto helemaal van buiten schoonmaken. Daarna haalt hij hem door de wasstraat totdat hij blinkt. En als die auto helemaal schoon is als nieuw, gaat hij gelijk door de modder rijden met zijn ramen naar beneden. Wie van ons doet dat? Niemand. Want wij zijn zuinig op onze auto's toch? Daar zijn we toch trots op? Maar gaan we het dan wel doen met onze islam? Gaan wij het dan wel doen met onze band? Met Allah subhanahu wa ta'ala? Is dat hoe wij na een maand lang waarin onze zonden vergeven kunnen worden en weggewist kunnen worden, is dat hoe wij doorgaan? Of gaan wij iets anders doen? Of gaan wij ervoor zorgen dat wij aan het einde van deze maand betere moslims zijn dan hoe wij aan het begin van deze maand zijn gestart? Gaan wij laten zien dat wij zijn gegroeid? Gaan wij aan het einde van deze maand verder in het besef dat het vaste tijdens de maand Ramadan geen doel is op zich, maar een investering? En als je na die maand Ramadan er niet de vruchten van plukt, dat je je beseft dat jouw Ramadan dus vruchteloos is geweest. Het is een investering die je hebt gedaan, een maand lang. Dus het is aan ons om na deze maand ervoor te zorgen dat wij doorgaan op dezelfde weg die we zijn ingeslagen in deze maand. Dat wij op een goede manier verder gaan. Dat wij sterk blijven in onze iman. Dat wij sterk blijven in onze takwa. En hoe gaan we dat doen? Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons handvatten om dat mogelijk te maken. Allah subhanahu wa ta'ala helpt ons om die zaken die wij hebben geprobeerd om op te bouwen tijdens deze maand, als het ware te borgen, zodat het niet gelijk weer verloren zal gaan op het moment dat het vasten voorbij is. En een van de zaken die Allah subhanahu wa ta'ala aan ons heeft gegeven, waar Allah ons mee heeft begunstigd, is het feit dat wij in de maand na de Ramadan nog 6 dagen kunnen vasten tijdens de maand Shawwal. En wij weten dat als wij dat doen, als wij de maand Ramadan hebben gevast en het wordt voor ons geaccepteerd en wij vasten nog 6 dagen in Shawwal en het zou voor ons worden geaccepteerd, dan is het alsof wij een jaar lang hebben gevast. Hoe kan het? Op het moment dat wij goed daden verrichten en onze intentie is daadwerkelijk omwille van Allah subhanahu wa ta'ala en wij hebben het op de juiste manier uitgevoerd, dan is de beloning daarvan het tienvoudige. Dus wanneer wij een maand lang hebben gevast en de beloning is het tienvoudige, is dat alsof wij 10 maanden hebben gevast. Als wij in Shawwal nog 6 dagen vasten en de beloning is de 10 dagen, 10 maanden, 10voudige daarvan, is dat 60 dagen. 60 dagen zijn 2 maanden. 10 en 2 is 12 maanden, is een jaar lang. Op deze manier kunnen wij het borgen. Toch zien we soms dat ook dit voor ons verloren gaat. We hebben goede intenties. Als je nu naar elkaar kijkt, wie van jullie is van plan om dat te gaan doen? Bijna iedereen. Alleen toch zien we soms dat het ons niet lukt. Want deze 6 dagen van Shawwal mag je zelf kiezen wanneer je ze gaat doen. Wil je ze aaneengesloten doen? Wil je ze gelijk pakken? Wil je het verdelen? Wil je het doen op de dagen dat het specifieke sunnah zijn? Wil je het doen op de dag dat het jou goed uitkomt? Dat kan. Maar de consequentie daarvan, wat ik hoor van mensen om me heen, is dat ze soms de hele tijd denken, ik ga het doen, ik ga het doen, ik ga het doen, totdat ze constateren dat zij nog 6 dagen moeten vasten en er nog maar 3 dagen van Shawwal zijn. Dan heb je hem. Maar wie van jullie heeft de intentie om 6 dagen te gaan vasten in Shawwal? Hou even nog je hand omhoog. Wie van jullie heeft de intentie om 6 dagen te gaan vasten in de maand Shawwal? Kijk eventjes om je heen. Wie van de mensen van je eigen vriendengroep zie je nu om je heen met de hand omhoog? Op het moment dat je ziet dat je dit met elkaar wil gaan doen, ga straks naar het gebed. Zeg, hey, luister, ik zie dat jouw die intentie hebt. Laten wij samen afspreken welke dagen wij gaan vasten. Laten wij een roostertje maken met z'n tweeën, zodat we elkaar kunnen motiveren. Zodat we tegen elkaar kunnen zeggen, luister, morgen hebben we afgesproken dat we gaan vasten, toch? Zodat wij het gezamenlijk kunnen gaan doen. Je spreekt gewoon af met je vrienden. Je spreekt af, misschien zie je je buurman hier in de zaal zitten. Ja? En als je dat gaat doen, probeer dan ook samen die iftar te pakken. Probeer dan ook samen die 6 dagen bij elkaar te komen om
gezamenlijk je vasten te verbreken. En mashallah, als een van die andere mensen die een van die dagen vast bij jou thuis komt en zijn vasten gaat verbreken, pak je nog een keertje die hersenen ook van het feit dat je de vastende voelt op het moment dat hij zijn vasten gaat verbreken. Pak je dubbel. Maar op die manier borgen we het. Op die manier zorgen wij dat wij datgene wat wij extra doen, eerst met het gebed, vervolgens met het vasten, vervolgens met de gemeenschapszin binnen onze gemeenschap, dat wij dat kunnen borgen, dat wij dat kunnen vasthouden, zodat straks Eid al-Fitr voor ons niet het einde is van deze geweldige periode, maar alleen eventjes het einde van deze specifieke maand, maar wij daarna verder blijven gaan op die goede weg die wij zijn ingeslagen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het voor ons allemaal mogelijk maken om op deze manier voort verder te gaan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala voor ons allemaal ons vaste accepteren. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om op deze manier de maand van Shawwal, die 6 dagen, te vasten. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om volgend jaar in de maand Ramadan weer hier samen te komen en een maand er tegenaan te gaan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons helpen om zo zelfkritisch te zijn. Dat wij beseffen en onder ogen durven te zien waar wij tekort schieten, zodat wij daar serieus mee bezig kunnen zijn. En zodat wij kunnen zorgen dat wij aan het einde van deze maand een betere moslim waren dan in het begin. En zodat wij op die goede voet verder kunnen gaan en volgend jaar weer een stap verder kunnen groeien. Totdat wij uiteindelijk dichter en dichter en dichter bij Allah zullen komen. Tot op de dag dat wij insha'Allah de poorten van het paradijs mogen binnenkomen. Jazakallah.